Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Jan-Jaap van der Hoek, je bent van Formats. Yes. Wat ze doet, wij komen van uit Hilversum hebben wij gewerkt. En bij ons was Formats altijd met een F. Ja. Maar bij jou is het met een V. Yes, Video Formats. Oké, wat houdt dat in, Video Format? Formats is een oplossing die gebruikers helpt om binnen een zeer korte tijd goede video's te maken, ongeacht kennisniveau of ervaring. En hoe werkt dat? Ja, we hebben een unieke benadering van het videocreatieproces, waarin we gebruikers helpen bij het kiezen van een doel van een video. Vervolgens helpen ze bij het samenstellen van een verhaallijn en helpen ze bij het opnemen van korte elementjes, bouwstelen, misschien bij jullie ook wel bekend als takes. En voor de gebruiker die het vaak lastig vinden om een video goed te kunnen editen, dat proces hebben wij volledig geautomatiseerd. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Is het een app die ik installeer, die ik opstart? Ja, we zijn iOS en Android app. Daar zit uiteraard een CMS aangekoppeld, een web CMS. Maar we zijn een volledig mobile benadering. Dus alles gebeurt op de mobiele telefoon. Maar ik wil een nieuws-item. Ik werk bij een bedrijf, we hebben nieuws te melden aan de wereld. Ja. Wat doe ik dan? Ja, dus de app wordt telemeet geleverd voor de organisatie. Dus afhankelijk van de videobehoeften binnen de organisatie komen daar een aantal doelen in te staan. Dus bedrijven die het gebruiken voor corporate communication krijgen doelen die afgestemd zijn op corporate communication met achterliggende verhaallijnen. Bedrijven die het gebruiken voor e-commerce video's, daar zijn de doelen afgestemd op e-commerce, et cetera. Dus in het geval dat je het wil gebruiken voor nieuwsitems, zullen de doelen en de storylines die daarachter hangen ook afgestemd worden op de behoefte die hier is. Maak het voor mij even heel concreet, want ja. Dat klinkt allemaal fantastisch natuurlijk. Hè? Van iedere boerenlul kan straks professionele video maken. Een goede video maken, ja. Ja, ik heb toevallig een verleden als verslaggever voor nieuwsprogramma's en autoriteitsprogramma's. Ja. En ik weet ongeveer hoe het werkt. Ja. Ik heb 1000 uur in de montagekamer doorgebracht. Hoe zou je dat? Wat gebeurt er dan? Ik zeg, oké, ik wil een nieuwsvideo maken. Wat vertelt jij dan tegen mij? Ja, dus uiteindelijk als je bijvoorbeeld een nieuwsvideo wil maken, dan... Ja, je zegt, pak je telefoon. Ja. Ja. Oké, en dan? Ja, dan kies je dus een doel van de video. Ja, dus dat kan een nieuwsitem zijn. Ik wil vertellen over de nieuwe prijzen, nieuw product van Fast Moving Target. En dan krijg je een aantal suggesties van bouwstenen die je daarin kan zetten. Oké, dus maak het concreet. Dus een bouwsteen is bijvoorbeeld de begroeting van de video. Je gaat het hebben waar je op dat moment staat. Het nieuwsitem waar je het over gaat hebben. En die ga je voor elementje ga je die opnemen. Yeah. Dus dat noemen wij takes. Nou, dat is jullie mogelijk ook al een bekende term. En vervolgens kan je, als je die take hebt opgenomen, dat doe je heel lineair. Dus je gaat pas verder naar een volgende take als je tevreden bent over die take. Het enige mogelijkheid die je nog even hebt is omdat je die take iets aan het begin kan inkorten of achteraf kan trimmen. Mm-hmm. En zo ga je eigenlijk die hele verhaallijn die je opgebouwd hebt, die ga je af. Totdat je klaar bent. En dan zetten wij geautomatiseerd die takes aan elkaar. Dat zetten wij met een automatische transitie. En dan kan de gebruiker ervoor kiezen om een aantal styling opties, dus dat kan een corporate logo zijn, dat kan een naam en functietitel zijn, dat kan een muziekje zijn, dat kan subtitles zijn, die kan je er op een hele makkelijke manier aan toevoegen. Ja. En dan zeg je, ik ben klaar, en daar wordt één geheel van gemaakt. Lijkt het bijvoorbeeld op, voor de Apple-gebruikers onder ons, wat iMovie voor templates heeft? Nee, iMovie... Dan kun je ook zeggen, maak een commercial, maak een reportage. Nee. Nee, dat is totaal een andere benadering hebben wij. Kijk, er zijn redelijk wat video creation tools, ook voor het mobiel zijn er al in de markt. En die zijn best nog wel complex om te gebruiken. Ja. Wij zijn erachter gekomen dat uiteindelijk iets minder dan 10% van de mensen is er comfortabel mee om die oplossingen te gebruiken. Dus wij willen eigenlijk de rest van de markt, die overige 90% van mensen die nog nooit video's eerder hebben gemaakt, die willen we als het ware bij de hand nemen in dat videocreatieproces. Veel mensen hebben geen idee wat de opbouw of structuur van een video is. Die denken er niet bij na dat je eerst gaat nadenken over het doel van je video. En dat je als het ware gaat nadenken, wat zijn de hoofdstukjes die ik ga vertellen in die video. Ja. En per elementje ga je een stukje script schrijven. En die kan je met ons kan je ervoor kiezen om die op te nemen met een geïntegreerde autocue functionaliteit. Dus letterlijk lees je op van je beeldscherm. Ja, lees je voor. En dat helpt gebruikers heel erg in dat creatieproces en om zich er comfortabel bij te voelen om een video te gaan maken. Ja, en zitten jullie dan vooral op die storyline? Want eens, daar begint het allemaal mee. Ja. Weet je, dat maakt niet uit voor welk doel je een video maakt. Of zit je ook op de
de technische invulling van de onderdelen. Dat je zegt van nou, bijvoorbeeld, iedereen die video monteert weet dat, het snijdt niet lekker van een wide shot naar een wide shot. Dus nee. Je snijdt van een wide shot naar een closer shot. Nee, dus dat zou een ideale wereld, zouden we ook dat soort dingen gaan doen, maar dan gaan we het weer heel complex maken. Nog even terug te grijpen dus aan de beeldtaal is minder belangrijk dan de story. Het gaat om de informatie en kennis die je wil overdragen. Ja, okay. Ja, wij willen ook binnen organisaties willen wij mensen gaan motiveren om een projectupdate of die nieuwe medewerker die is gestart, om dat niet een keer met een mailtje te gaan melden, maar om eens een keer te gaan nadenken om dat in een videootje van een minuut te gaan doen. Hey, en dat klinkt als een heel mooi hulpmiddel, hè? Mensen helpen bij het maken van video's. Maar de doelgroep die jij beschrijft, die schrikt al van zijn eigen stemgeluid. Ja. Ja, dat hebben mensen al nooit gehoord. Ja. Schrikt van zichzelf te zien, weet je wel. Die kijken als een angstig konijn in de koplampen, zeg maar. Ja. Help je ze daarbij ook? Van, het is helemaal niet erg dat je die eerste keer denkt, ik zie er niet uit, doe het 10 keer en je bent daar. Zeker. Want daar zit een hele grote drempel. Hè? Heel goed punt, want het is niet alleen de oplossing die wij bieden, maar wij helpen bedrijven in die videotransitie. Want inderdaad, wat jij zegt, dat eerste videootje, dat is super spannend. Hè? Mensen zijn de grote... Het ziet er ook niet uit, vind je in ieder geval zelf. Precies. Hè? De grootste criticals is van zichzelf. Hè? Want dat ene pukkeltje, of die verspreking, of dat dingetje wat net niet goed zit in je haar, dat ga je als een groot punt zien. Dat vind je heel erg spannend. Dus wij naast dat wij de oplossing bieden, helpen wij bedrijven, dat doen we onder andere door workshops te geven, om één wat praktische tips en tricks, denk aan geluid, denk aan licht, gebruik een statiefje als dat mogelijk is. Maar ook, het is een hele hands-on workshop, je gaat echt aan de slag en gaat video's maken. Dat is ook de output van de workshop. En we zien dat er na zo'n 4-5 video's, dat er een omslagpunt komt. Dan word je daar wat comfortabeler mee, je wordt ook wat ontspannender, sta je voor de camera. Want het moment dat je iemand voor een autocue zet en de camera, dan gaan ze best wel gespannen, gaan ze kijken. Want dan moeten ze één, die camera spannend. Twee, die autocue moet je oplezen. En dan heb je eigenlijk helemaal niet zo snel door dat je best wel boos of norsig in die camera kan kijken. Ja. En we proberen mensen juist, ja weet je... Maar die cursussen, die echte hands-on cursussen is dus wel belangrijk voor jullie concept, begrijp ik. Ja, nou dat doen wij nu nog. Klinkt namelijk niet heel erg schaalbaar. Nee, dat klopt. Terecht punt. Dat doen we nu nog binnen de organisatie die we nu aansluiten, om daar ook heel veel van mee te krijgen. Wat speelt er binnen die gebruikers? We krijgen een stuk productvalidatie van terug. Wat gebeurt er met die gebruiker als hij de eerste keer de oplossing vast hebt? Hoe kunnen we dat mogelijk gaan verbeteren? Dat soort zaken. Maar de truc gaat worden om al die kennis die we daar nu opdoen, om dat mee te nemen in eigenlijk een digitaal onboardingprogramma wat we mee gaan nemen in onze SaaS-propositie. En wat is die SaaS de propositie? Want ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, we maken eigenlijk per bedrijf een specifieke oplossing. Ja. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Wordt die niet schaalbaar als je gewoon zegt van upload je eigen logo, kies een van onze 10 stijlmodellen, zeg maar. En we hebben hier alle formats, of althans format voor een reclame, format voor een interview, format voor et cetera. Ik snap dat je makkelijker geld kan verdienen door het maatwerk van te maken. Ja. Maar als jullie groot willen worden en willen verder groeien, is het beter om dat... Ja, en dat gaan we ook in de toekomst naartoe met de SaaS-propositie. Daar zit geen één-op-één contact, moet daar meer aan bij gaan komen. Het is nu nog, zeker in de fase waarin we nu zitten, halen we daar nog heel veel kennis en informatie uit van de verschillende type bedrijven binnen de verschillende segmenten. Wij merken nu ook al dat een organisatie die onze oplossing gaat gebruiken voor corporate communication, dat er niet heel veel verschil tussen zit tussen de bedrijven die het voor corporate communication doeleinden gaan inzetten. Want uiteindelijk het type video's die daarvoor gebruikt gaan worden, is beperkt. Nou ja, en daar zit gewoon, we merken dat daar een 80-90% overlap tussen zit. Ja. Hey, als je, wat wij natuurlijk hier altijd horen als mensen langskomen, een AI-element, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, die helpt dingen beter, mooier, slimmer, et cetera, te maken. Ik zelf denk, als ik er nou ook over nadenk, en ik weet, kijk, Stekel is een professional, dus die, als ik met hem op pad ben,
Weet je wel, dan weet hij, hij kijkt naar het licht, hij weet wat, wat tegenlicht is, wat dat betekent voor je shot, et cetera. Ja. Dus je kan nog steeds mooi in het midden van je shot staan, of niet in het midden als dat de bedoeling is, maar bij de verkeerde licht heb je nog steeds een slecht resultaat, zeg maar. Ja. Kan artificial intelligence helpen om die dingen beter te maken? Dat je tegen mensen zegt, joh, draai je eventjes om. Ja. Want dan sta je namelijk... Want nu geef je eigenlijk een soort... Eigenlijk zeg je, we hebben, hij of ik zou een boekje kunnen schrijven met tips. Ja. En jullie zetten dat in een format. Maar het wordt pas echt goed als je dit soort dingen eruit kan gaan halen. Ja, ja, klopt. En kijk, wij zeggen ook... Het zijn geen commercials wat je met onze oplossing gaat maken. Hè? Wij zijn een oplossing waarmee gebruikers user-generated video gaan maken. Dus het is echt door de gebruiker gemaakt zelf. Ja, en we zeggen dat als daar eens een keer een foutje in de belichting of in het kadertje, of, dan maakt dat niet zo uit. Als je een keer is dat dan een terrein... Dat is ook een beetje een disclaimer wat dat betreft. Nou, dat is niet zozeer een disclaimer. Het gaat er met name om dat wij dus... de nu wat gebruikelijke vormen zoals e-mails of textuele bestanden of newsletters, daar willen we mensen voor gaan aansporen om daar eens video voor te gaan overwegen. Hè, ook binnen bijvoorbeeld de employer branding of arbeidscommunicatie overwegen ze een keer om een vacaturevideo te plaatsen in plaats van een vacaturetekst. En dat zijn snelle type content wat niet altijd high-end, commercial-achtig geproduceerd niveau hoeft te zijn. Is dit de ultieme stap, wij hebben het daar vaak over, hè? In de democratisering van de videotechnologie? Want ik zeg wel eens, toen ik begon bij de televisie, bij de VPRO, of bij de RVU, educatieve omroep, kostte een camera €250.000. Ja. En monteren kostte €400 per uur. Ja. Nou, de kwaliteit van toen was echt niet beter dan wat er uit deze iPhone komt. Ja. En iedere boerenlul kan... In iMovie een heel aardig videootje maken, behalve dat ze vaak vergeten dat het geluid misschien belangrijker is dan het beeld. Ja. Maar is dit de ultieme stap in dat proces? Ik hoop het wel. Ik ben 15 jaar geleden begonnen als videoproducer. En ik weet nog toen wij werkten nog met DVC Pro camera's. Ja. En ik heb commercials geschoten op 16 mm. Ja, omdat met 30 man crew stonden we ergens een commercial te draaien. Ja. En het is inderdaad zo dat nu, kijkend naar de basis die nodig is voor videocreatie, en dat is met name die smartphone. 90% van de mensen bezit nu een smartphone. En daar zit zowel voor als achterop een hele goede camera. Ja. Die smartphone heeft een bepaalde computing power, een verwerkingskracht voor de verwerking van de video. En het feit dat we bijna overal wifi en cellular data reach hebben, dat draagt eraan bij dat we nu wel op dat kantelpunt staan. Ja, dat je het ook echt als software as a service kunt gaan bieden. Ja, precies. Ja. Hey, ik noemde het net al heel eventjes, geluid. Ja. Is voor de meeste video's die gemaakt worden misschien nog wel belangrijker dan beeld, zeg ik altijd. Ja, is lastig soms, ja. Hoe los je dat op? Ja. Want ik weet je, het maakt mij ook helemaal geen reet uit. Dat tegenlicht vind ik overkomelijk. Ja. Maar als je mensen niet kunt verstaan doordat de wind in de microfoon blaast, dan is de hele video waardeloos. Ja. Ja. Hoe los je dat op? Ja, geluid is heel erg afhankelijk van het type toestel wat er ook voor gebruikt wordt. Hè. We zien dat er in de nieuwere toestellen... Maar adviseer je bijvoorbeeld externe microfoons te gebruiken? Of met de speeltjes die wij nu bijvoorbeeld... Ja, dat adviseren wij zeker in. Hè. Wij adviseren ook basispakketjes statiefjes, lichtjes, dat soort type voor bedrijven. Hè, we adviseren ook vaak van, richt ergens een hoekje in waarvan je weet dat er wat minder geluid is, waar het gewoon rustig is, waar mensen even hun tijd kunnen nemen, waar je goede belichting hebt. En uiteindelijk zijn de kosten voor deze benodigdheden zijn ook zeer laag tegenwoordig. Je koopt tegenwoordig een microfoon die je kan inprikken op je iPhone. Voor twee tientjes heb je daar een goede variant van. Ja. Dus dat nemen wij zeker mee ook in die workshops die we geven. En die gaan we ook zeker meenemen in de digitale onboarding. Ja. Nee, ik heb een tijdje terug een app op een Android-app gezien die zeg maar iets vergelijkbaar deze van jullie, maar nog net wel ietsje verder ging. Die ging meteen adviezen geven van, weet je, maak een shot van iemand die, weet je, neem een interviewtje op, maak een shot van iemand die aan het werk is, een soort snijshot, wat je eronder kan gebruiken, et cetera. Ja. Die ging zelf aangeven van, zet die persoon hier linksboven in het beeld. Ja. Hoe ver denk jij dat je daarmee, gaan die te ver ermee? Nou, wat wij constant in alle beslissingen die wij nemen, ook qua features en qua extra functionaliteiten, is dat wij dus die
90% die nog nooit video's heeft gemaakt willen aanspreken. Dus wij moeten er constant voor waken dat wij geen editing tool worden. Ook dat niet gaan vervallen in filtertjes, in transities die je ertussen kan gaan zetten, in zaken wat jij net benoemt. Omdat we daarmee weer heel complex gaan maken en dan eigenlijk weer komen te vallen onder die 10% van editing tools die ook heel veel gebruikt worden, maar niet de markt aanspreken die wij willen aanspreken. En moet je allemaal wel video willen maken? Want heel veel mensen kunnen helemaal geen verhaal vertellen. Ja. Laten we eerlijk wezen. Ja. Dat klopt inderdaad. Dus, een mooie statement. Er zijn ook heel veel, maar er zijn ook heel veel mensen binnen organisaties van daar moet je helemaal niet mee aan de slag gaan. Maar er valt ook nog extreem veel te winnen. Ja, want hoe zit dat dan? Want ik haak even aan op wat Erwin zegt. Want, ja. Binnen de meeste organisaties worden mensen aangenomen die verhalen kunnen vertellen. Meestal op de marketingcommunicatieafdeling. Ja. Die verstand hebben van hoe je communiceert. Ja. En die ook keuzes maken tussen dit verhaal moet je dat, kan je nou beter een achtergrondartikeltje voor het intranet overschrijven of hier een videootje. Ja. Hoe verhouden jullie je tot die professionals? Nou, er zijn, want je zegt eigenlijk, ja, dat maakt allemaal niet meer uit. Iedereen kan professionele video maken. Dat is de tekst. Iedereen kan video maken met format. En inderdaad, er zijn mensen die zich wat minder goed lenen voor die camera. Maar wij merken ook in de gesprekken met de organisaties waar we nu mee praten, dat er altijd wel heel veel mensen zijn die best wel eens een aanmerking komen om wat meer voor die camera te gaan staan. Die dat op een hele goede manier zouden kunnen. En je moet daar uiteraard ook als gebruiker moet jij je comfortabel genoegen bij voelen om dat ook intern te gaan delen. Krijg je weerstand van de communicatieprofessionals binnen die organisatie? Nee. We worden echt met open armen ontvangen. Over het algemeen. Zie je vaak, hè? Dat als er echt wat nieuws komt, dat de mensen die vroeger dat als hun expertise beschouwden. Het wordt over het algemeen heel positief ontvangen. Kijk, ik denk dat met name ook kijkend naar die video-adoptie waar we nu zitten, dat er ook een uitdaging ligt voor organisaties om juist die wildgroei van videocreatie binnen organisaties tegen te gaan. Hè? Dat je daar op een goede manier in gaat faciliteren. Wij horen ook best wel vaak van, we zien wel eens video's voorbij komen, die hebben mensen zelf gemaakt. Maar daar worden verkeerde logo's in gebruikt, dat is helemaal niet volgens de brand guidelines van onze organisatie. En een oplossing als format zorgt dat iedereen de tool krijgt waar ze dat mee kunnen, maar ook die voldoet dus aan de voorwaarden van de organisatie. Hey, maar is video wel de beste vertelvorm? Google werkt beter met tekst. Dat is waar Google veel beter mee om kan gaan dan met video's. Ik ben heel veel bezig met video's zoeken en dan kom ik hele goede video's tegen op YouTube. Ja. En als ze 200 keer bekeken zijn, is dat goed. En daar is heel veel geld en heel veel energie in gestoken. Ja. Is veel meer tijd in gaan zitten, veel meer geld in gaan zitten dan een goed stukje schrijven. Ja. Is video ook niet overrated? Nou, dat vind ik dus niet. Want als je dus gaat kijken naar het type content wat jij hebt, waar misschien best wel een hoge production value in zit en daar is geld in gaan zitten, dan moet je gaan kijken wat is de ROI op dat stukje content. En met formats kan je dus een vergelijkbaar stukje content kan je gaan maken. Hè, diezelfde informatie of diezelfde boodschap kan je gaan overbrengen voor veel lagere kosten. Dus dat uiteindelijk kan dat ook voor heel veel organisaties kan een enorme kostenbesparing opleveren. Hey, hoe ziet jullie businessmodel eruit? Want het is een app, die kun je downloaden in de App Store. De app is de onderdeel van het geheel. We zijn de oplossing en wij zorgen dus, we helpen mensen, bedrijven in die videotransitie. Ja. En wij werken nu nog op dit moment op basis van een jaarlicentie. Dus op basis van het aantal gebruikersgroepen en het aantal mensen die de oplossing gaan gebruiken, komt daar een bedrag uit die... Geef eens een indicatie, hoe werkt dat voor een gemiddeld bedrijf? Het start vanaf €12.000 voor een jaarlicentie. Oké. Okay. Ja. En dat is dan inclusief het hele pakket, inclusief dus de workshops die daarbij komen te kijken, de telemeet oplossing die daarvoor wordt geleverd. Ja, ja, en wat voor klanten heb je inmiddels? Een van onze launching customers is bijvoorbeeld ABN AMRO. Ja. Die zetten formats in voor corporate communication. Het Academisch Medisch Centrum zet het in voor arbeidscommunicatie. Facturen, personeel. Echt employer branding. Specialistische vacatures voor binnen de verpleegkunde waar ze moeite mee hebben om die te kunnen vinden. Dat gaan ze met videovormen doen. En we hebben het 55, een e-commerce platform die onze oplossing gebruikt. Ja. Ja.
Je zegt op dit moment, want dat zijn best wel heftige licenties, als je het hebt over 12.000 euro, dan merk je op de grotere bedrijven, denk ik. Klopt. Maar je zei eigenlijk al, naar de toekomst toe gaat dat mogelijk veranderen. Ja, want dit is eigenlijk de 10%. En niet de 90% zeg maar, van bedrijven die dit gaan betalen. Nou ja, kijk, voor ons wordt het, klopt eigenlijk bijna wel wat je zegt qua verhouding wat het is. Kijk, voor ons wordt het heel belangrijk dat we de SaaS-propositie waar we nu hard aan werken om die eind dit jaar live te kunnen hebben. En dat zorgt voor onze schaalbaarheid. Want inderdaad, als je gaat kijken naar organisaties, dan zijn er maar de 10% zijn er wat grote organisaties. 90% zijn bedrijven met 1 tot 9 medewerkers. Ja, en die gaan deze licentiekosten ook niet betalen. En die hebben maar behoefte aan 1 of 2 actieve accounts van formats die zij zullen gaan gebruiken. Dus daarom wordt het voor ons ook heel belangrijk dat wij onze SaaS-propositie live gaan hebben. Dat is wel jullie doelstelling, zeg maar, formats voor de massa. Ja, maar nog wel B2B. Dus met de SaaS-propositie gaan we ook wat meer focussen op individuals en teams. Dus is het niet meer voor de hele organisatie. Ja. Hey, waarom eigenlijk B2B? Ja, we moeten een focus aan gaan brengen en ik krijg de vraag heel vaak. En ik sluit het zeker niet uit voor de toekomst dat we misschien ooit nog eens een stap gaan maken naar C. Waarom niet en? Want een goede B2B-oplossing. Ja, we moeten nu echt wel een focus aanbrengen in hetgeen waar we echt goed in willen worden. En het belangrijkste element is ook dat we echt wel zien dat binnen consumenten, die zijn al wel een stapje verder in het delen van afbeeldingen en video's. En die doen al wel meer met video's. En we merken... Nu haak ik even af, want... Sorry, maar die consumenten werken namelijk ook bij dat bedrijf. Dus als jij zegt, ja, die consument die is een stuk verder, waar heeft dan dat bedrijf nodig? Maar als jij privé een videootje verstuurt naar familie of naar vrienden, dan is dat net even iets anders dat jij een videootje wil gaan maken die je gaat delen met je collega's waar je bepaalde informatie of kennis. Dus privé is vaak heel leuk, iets delen, misschien maak je daar wel 1 take van, stuur je via WhatsApp. En als je dat voor een organisatie wil gaan doen waar je bijvoorbeeld de weekcijfers of de maandcijfers wil gaan delen met je sales team. Ja, dan moet je wel alle informatie moet correct zijn en je wilt daar toch op een bepaalde goede manier overkomen. Ja. Ja. Dus een andere vorm van video's maken. Jullie, je zegt, je bent nu eigenlijk bezig met bedrijven waar de combinatie is van je maakt het format, je leidt mensen op, et cetera. Je gaat toe naar meer een SaaS-platform. Hoe hebben jullie je bedrijf gefinancierd? Wij hebben dat tot nu toe vanuit eigen middelen en betalende klanten gedaan. Dus de term bootstrap, of hoe we het ook willen noemen. Ja. Maar. En is het nodig voor jullie om investeringen te hebben om een volgende stap te kunnen zetten? Jazeker, ja. Ja. En daar zitten we ook middenin nu, in onze eerste financieringsronde. Inderdaad, om die volgende stappen te kunnen realiseren, moeten we mensen gaan aannemen, moeten we kunnen groeien. Ja. Waar zit voor jou ik hoorde je eerder al zeggen, we moeten bijvoorbeeld uitkijken dat we geen video editing software worden. Ja. Waar zitten jullie grootste uitdagingen? Die grootste uitdaging zit dus dat wij de functionaliteiten die we gaan toevoegen en ook heel veel feedback die wij vanuit de huidige gebruikers krijgen, is dat we dat op eenzelfde makkelijke manier weten te integreren, zo intuïtief mogelijk, zodat ook de persoon van 55 plus die nog nooit een video heeft gemaakt, wel in staat is om alle functionaliteiten binnen onze oplossing te kunnen gebruiken. Hey, ik zat net te denken toen je dat vertelde over die auto-cue functie. Zou je eigenlijk niet gewoon moeten zeggen, mensen, doe dat niet, want iets voorlezen op een camera en dat op een natuurlijke manier doen. Is moeilijk. Weet je wel, maar ze denken allemaal dat Matthijs van Nieuwkerk iets makkelijks doet. Ja. Het is het moeilijkste wat er is. Ja. Zou je eigenlijk niet tegen ze gewoon moeten zeggen, vrienden, kijk, het gaat vertel gewoon je verhaal, is helemaal niet erg. Precies, en wat wij dus ook zien binnen onze gebruikersgroep is dat op het moment dat je nagedacht hebt over het doel, over die verhaallijn, je hebt je script geschreven, dan zijn er ook heel veel gebruikers die zeggen, joh, ik heb dat verhaal er eigenlijk wel in zitten, ik heb er goed over nagedacht en dan kan je heel makkelijk met een vinkje zet je de autocue uit, maar dan neem je hem dus zonder die autocue functionaliteit neem je dat op. Ja. Dus je hebt de keuze ook nog eens, maar wij zeggen altijd, joh, een videootje die wel opgenomen is met de autocue, waarmee je dus op een makkelijke manier en op een persoonlijke en authentieke manier kennis en informatie kan delen, is altijd nog beter dan een e-mailtje. Wat mij betreft tot slot, maar Erwin gaat dan altijd nog een keer door, dus zo gaat dat nou eenmaal altijd. Hoe kom je op dit idee? Waarom ga je dit doen?
Ja, nou, ik heb een achtergrond in video. Zoals ik al aangaf, 15 jaar geleden gestart als videoproducer. En altijd op zoek geweest naar manieren hoe je dat videocreatieproces makkelijker kan maken. En het moment is nu daar dat de techniek, hè, de basis die ik net al even benoemde qua telefoons, qua cellulaire data, qua computing power, is nu gewoon daar. Terwijl we ook dus merken dat de video's al jaren in opkomst, hè, dat we ook... Ja, dan toch vervolgvraag. De concurrentie, er zijn ontzettend veel van dit soort tools. Waarom ga je op zo'n markt dan begeven, terwijl eigenlijk je denkt, ja, dat is hier al echt sprake van een groot probleem? Ja. Nou, er zijn inderdaad veel video-editing tools, maar wij zijn dus volledig uniek in onze benadering van dat videocreatieproces. Er zijn dus wat je aan het begin zei, storyline is belangrijker dan het beeld of de manier waarop je dat zou moeten editen. Ja, er zijn heel veel video-editing apps en daar begint het proces pas als je de content gaat inladen. Er zijn heel veel platformen waarmee je hele mooie video's met templates, met zaken als titeltjes, met muziekjes... Echt fantastische video's krijg je eruit. Maar daar begint... De laatste vervolgvraag, ik moet denken aan 10 jaar geleden. Toen werkte ik bij de NOS als hoofdnieuwe media. Of nog langer geleden, weet ik veel. Toen bestond Studio Sport 50 jaar. Toen hadden we een tooltje gemaakt op de website. Daar konden mensen hun eigen Studio Sport opnemen. Ja. En dat ging volgens een script. Dus dan moest je kiezen welke... Dan kon je 3 reportages uit het verleden van Studio Sport selecteren voor jouw uitzending. Ja, ja. Dan moest je een presentatietekst opnemen. Dan automatisch kwam daarna de video die je had gekozen. Ja. Volgende presentatietekst, volgende presentatietekst, volgende video, eindtune. Ja. Lijkt eigenlijk heel erg op wat je... Nou, dat is een geniaal idee. Had je destijds meer mee moeten doen. Het is jammer dat die mobiele telefoon nog niet zo ver was. Dat had zomaar zijn gouden idee kunnen zijn. Geweldige inzendingen van mensen die hun keuken hadden verbouwd in studio. En dan achter een tafel gingen zitten met allemaal decors erachter en zo. Dat was eigenlijk wel heel gaaf. Ja. Ja, zo heb ik een keertje wat gedaan. Daar gaan we, ja. En dat was het Fast Moving Targets. Dat was een interviewgenerator. Dus je hebt een vraag gesteld, moest je antwoorden. Weet je, daar moest je een antwoord geven, wat het hoogtepunt van het jaar, zeg maar. Of zoiets van belangrijkste innovatie. Dat 3 keer werd daarna aan elkaar geknipt en dan had je een radio-item. Wat ik daar wel van geleerd heb, daarom zei ik dat ook eerder al, van die drempel van audio is al zo hoog. Die drempel van video is gewoon heel erg hoog, zeg maar. Ja. Weet je wel? Dus ik ben natuurlijk, de kracht van video is daar hoeven we niet over te discussiëren natuurlijk. Ja. Maar we hebben het eigenlijk over de kracht van goede video. Goede verhaal. Dat is jouw mening. Precies, het gaat met name het verhaal, de informatie en kennis die je hebt. Dat bedoel ik. Maar weet je, je kan hele goede informatie hebben. Maar als je dat, je gaat naar een presentatie kijken. En je kijkt naar de beste deskundige op het gebied. Uit India, die op een hele monotone toon vertelt. Ja. Daar krijg je geen informatieoverdracht, weet je wel? Ja. Dus het gaat uiteindelijk toch om... En daar helpen wij dus op een hele mooie manier bij om mensen daarmee eigen te maken, om dat niet op die monotone manier te doen. Ja. En uiteindelijk blijft de gebruiker, blijkt de content te maken. Dus wat dat betreft zullen er ongetwijfeld al een aantal video's gemaakt worden die wat van mindere kwaliteit zijn. Maar over het algemeen is het ons doel dat wij iedereen in staat stellen om video's te kunnen maken. Voorheen mensen dat helemaal niet konden of niet eens overwegen om dat te gaan doen. Het enige wat, ik mocht nog 10 minuten doorgaan, zei jij toch? Ja hoor, ik ben gewend. Wat ik wel eens denk is, ik zie al die voorbeelden van video's. Leoniek wordt boos op jou. Die voorbeelden die mensen dan geven en dan vinden ze altijd dat die mensen zelf in beeld. Je zou mensen wat meer moeten laten leren dat ze gewoon ook een verhaal kunnen vertellen over wat ze zien en dat ze daar per se niet zelf hebben. Maar dat doen we ook. Onzin, weet je wel. Ja, maar dat doen we dus ook. Hè. Dus de regel een beetje in video's, plaatje, praatje. Dus probeer te laten zien waar je het over hebt. Ja. En dus ook in onze oplossing in de 2.0 variant die 2 weken geleden gelanceerd is, krijgen gebruikers ook de mogelijkheid op een hele makkelijke manier media toe te voegen. Dus dat is een afbeelding of een video of een titelkaart die je dus in jouw opgenomen take heel makkelijk erin kan zetten. Allemaal weer op die makkelijke, gebruiksvriendelijke wijze. Ik ben voor minder mensen zelf in beeld, meer laten zien wat ze willen vertellen. Ja. Maar goed, dank je. Ja, jullie ook bedankt. Dan moeten we nog eens een keer verder over praten, welke ideeën goede ideeën. Want misschien heb ik inderdaad nog wat aan het verleden. In ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel. Succes. Absoluut. Dappere poging. Heel mooi idee. En we zijn op een heel andere manier, dachten wij,
Het is alleen maar bevestiging voor de kwaliteit van het idee, althans, als wij bevestigen. Maar goed, dat terzijde. Hey, bedankt allemaal voor het kijken. We bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, kijk je on demand. Dan weet je dat je ons hele archief van alweer meer dan 9 jaar via Fast Moving Targets of YouTube kunt terugzien. Dag. Ja, jullie.